Categorie B Hero.
295 punten. Ja, en dan de eerste plek in deze categorie. B11, 499 punten. Coffee Shop Dizzy Duck uit Den Haag. Met de cheese chocolate. Een bekende naam. Een bekend gezicht ook. Inmiddels. Dat was dankzij de bubblegars. En dit is de cheese chocolate. Ja, dan de derde categorie. De categorie C. Beginnen we natuurlijk met de nummer 3. Ook een mooie plek. Nogmaals, de concurrentie was heel sterk. 439 punten. En dat is Royal Queen. De Royal Hens, de auto, dat zijn de autoflowers, hè? Dat zijn de zaadjes die eigenlijk gewoon, die kunnen gewoon met licht, kun je gewoon, je hebt geen licht meer nodig. Ja, de genetica kan dat, automatisch. Bloeiende soorten, kweken, gemiddeld 18 uur geloof ik, 18 op 6 uur, 18 uur licht en 6 uur donker. En een prijs in klasleven, de derde plek namelijk, 499 punten. Op nummer 2, Paradise Seeds, de Pandora, 497,5. Kus van deze voor de Pandora, kus van deze Paradise Seeds. En de eerste plek in deze categorie is ook de Auto Flowering. Dat is de Super Skunk Auto. En die is van White Label van Sensi Seeds. Ik heb namen die bekend voorkomen. De categorie C. Nog even voor de punten. 469 punten. En ik vertelde dat er zaten dingen tussen, dat je markenvergunning voor nodig. Wat een bol. En we gaan kijken hoe dat beoordeeld is door de jury op de derde plek. D5 met 460 punten. De Grand Dragman van Coffee Shop Missouri uit Maastricht. We zijn allemaal zo goed. Daar in Maastricht. Niet voor niets gereden. De derde plek met 460 punten. De crème de la crème. Van Coffee Shop Missouri. Ja, en dan de tweede plek. D1. Dat was de eerste. Die liep er gelijk tegenaan. 479,5 punt. Het is de stap. Den Haag.
een punt. Voor DOG Power. Met extra toegift. Dan op de tweede plek. Met 471,5 punt. Ook de Amnesia Heijs. Maar dan van Amaranta Seeds. Metallica, ik denk dat Amaranta vorig jaar tweede werd geloof ik. Uiteindelijk overal. Schelders met stond 2 punten met een bumpertje. En nu met de Amnesia Heijs 471,5 punt. Amaranta. En dan nummer 1 in de categorie E, Hees Hydro. 1-7 werd het uiteindelijk. Met 472,5 punt. De Amnesia Hees natuurlijk coffeeshop. Guna Guna uit Uden. De kus van Daisy. De laatste categorie. En dan de overall prijs. Dus wie is eigenlijk de beste van de beste? Maar eerst nog de categorie Hees Video, categorie F is dat. En daar op de derde plek, F21, dat was de Silver Hees van Coffee Shop Missouri uit Maastricht. Is een zeer goede doel dus bij Coffee Shop Missouri daar in Maastricht. En dan de tweede plek in deze laatste categorie voordat we de overall prijs gaan uitreiken. Dat is F16. En dat komt uit Amsterdam bij Coffee Shop Bloomberg vandaan. Met de Amnesia Hees. Meerdere mensen met meerdere prijzen. Dat zegt iets over de kwaliteit, zou je dan denken. Ik moet erbij zeggen, het verschil met de nummer 3 was niet verder. Dat moet ik wel vertellen. En dan de nummer 1 in deze categorie, de categorie F. Dat komt ook uit Maastricht. En dat is Coffee Shop Mississippi. Ja, dan wordt dat trap in je leven een obstakel als je het een paar keer moet doen. De nummer 1. Dat zijn de Blue Cheese. Wie is de best of de best? Dat zou kunnen natuurlijk wel samenvatten. Ze hadden het al zo moeilijk daar. Het komt uit Maastricht. Het is... Ja? Coffee Shop Mississippi. En Blue Cheese. Maar met die 521 punten. De absolute nummer 2. En die categorie, degene die het dichtst bij kwam. Was Bloomberg uit Amsterdam. Dat vinden we op de lijn van 26 punten. Niet zo lang als vorig jaar terecht. De prijs bijna Maastricht. En dat allemaal dankzij de Blue Cheese van Coffee Shop Mississippi. Ja, en dan hebben we het officiële deel bijna wel weer gehad. Dan gaat het eigenlijk best snel.
terwijl er nog wat foto's gemaakt worden. Ik weet niet of er nog wat live muziek komt vanavond. Komt er nog live muziek? Maar we gaan nu een DJ in. Net een goedkoop altijd een DJ. Dus we zetten een DJ in. Maar DJ's kunnen ook wel eens zichzelf ontstijgen. En als je in zo'n plek als dit mag draaien. Nou, dan kunnen er wel eens leuke dingen gebeuren. En dat ga je zeker meemaken. Want de afgelopen keren dat we hier waren, hebben we het ook ervaren. Anders was dit de laatste. Goed, mag ik alle prijswinnaars op het podium? Dat kan. Met de grote winnaar uit Maastricht. Ik heb de handen vol, maar ik krijg het ook voor de handen. Amsterdam werkt eraan. Ja, jongens, als de foto's geschoten zijn, dan doen we de kooi van de DJ-jockey open. Ik heb het gesproken, Paul is het. Ik vroeg aan Paul wat hij gaat doen vanavond. Hij zei, nou, ik begin al langzaam. We gaan iets draaien dat met blowen te maken heeft. De hoesjes had hij niet meer, die heeft hij opgerookt. Maar de muziek heeft hij wel bewaard. Dan gaat hij allemaal door je afvuren. Terwijl jullie...